Misschien herkent u ze wel, dames en heren. Dit zijn nou de fameuze Music Boys uit Middelstum en Huizingen. Ja, toch? Ja, zeker wel. Ik dacht het niet, hè? Dit zijn Guns N' Roses, dames en heren. We denken we binnen gaan eigenlijk, maar goed vanavond, even goed voor de trommelvriesjes. Het is nogal heavy muziek. Guns N' Roses, waar komen die weg, jongens? Waar komen Guns N' Roses vandaan? Engeland. Uit Engeland. Dus jullie zijn vanavond even hoog gevlogen, helemaal uit Engeland hierheen? Ja, een stukje vliegen. Klein stukje vliegen. Zelf gevlogen? Ja. Oké. Okay. We gaan eerst... Hoe heet jij? Jasper. Dat is Jasper en dit is? Geran. Kunt u dat zien, dames en heren, dat dit hem is? Ja. Even de gordijnen voor de overweg. Ja hoor, het is hem echt. De drummer van het hele spul, wie is dat? Gert-Jan. Gert-Jan, de drummer. En hebben we nog een lied, gitarist, met zonnebril. Mooi weer hier, hè? Ja. Hoe heet jij? Erik. Erik, goed. We gaan aan de leider van de band en de zanger vragen, wat voor nummer gaan jullie spelen? Civil War. Civil War, oftewel burgeroorlog, geloof ik. Ja, val er niet mee, joh. Kom vanzelf. Hier komen ze, dames en heren, Guns N' Roses, succes. What we've got here is failure to communicate.
little about war anyway. Een stukje vuurwerk helemaal uit Engeland, Guns N' Roses. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar die drummer die moet wel armen hebben als kabeltouwen. En spieren zo dik als scheepstouwen. Want die jongen die slaat toch op die trommels, jongens, de vonken die vliegen eruit. En dan die man die helemaal blindelings de gitaar kan bespelen. Ik vind het geweldig. Een geweldige solo. Wat had jij voor problemen met het podium? Moet dit dorpshuis weer verbouwd worden? Moet het podium iets groter gemaakt worden of zo? Niet echt nodig. Ik wou graag een heel hartelijk applaus voor Guns N' Roses. Jongens, bedankt. Jongens, laat nog alles maar liggen, hè. Zal wel denken, Gerard roemt wel op.